Het gaat dit jaar beter dan vorig jaar, dus dat geluk hebben we. Vorig jaar hadden we twee pech. Ten eerste de economie die in elkaar is gezakt. En de tweede pech was dat vorig jaar, de eerste week, serieus de request was in Enschede. 12.251.667 euro! En dan liepen natuurlijk 500.000 mensen. En die hadden allemaal lol en dat kostte weinig. En die kwamen niet bij het circus, die liepen in Enschede. Heeft het er nou nog mee te maken dat u niet meer midden in de stad zit? Natuurlijk is het zo. Als je aan de weg staat en je rijdt er voorbij en je ziet de lampjes branden. Wij liggen hier wat afgelegener, zo moet je het toch zien, bij het Twente Stadion. Maar ik denk niet dat dat grote aantallen zijn. U heeft al wel eens gezegd van nou, ik denk dat ik er ook wel een keertje mee ga stoppen. Maar toch staat u er weer elk jaar. Kijk, mijn verstand zegt dat ik al lang had moeten stoppen. Mijn hart zegt, maar daar ben ik circusmal voor, van jongens, het zou toch jammer zijn dat het niet meer bestaat. Dus we zijn daar wel mee bezig. We zijn voornemens om begin volgend jaar daar een stichting van te maken. Alleen het probleem is een beetje niet dat ik het probleem ben, maar het probleem is, ik wil geen kwaliteitsverlies hebben. En ik ben o zo bang, als we dat in handen geven van mensen die denken dat ze daar goud geld mee verdienen, dat het snel de andere kant op gaat gaan. En dat wil ik niet. Ik wil geen concessies doen aan het programma. De mensen moeten blijven genieten.